kom maar op de plek staan. Ja, zie jullie allemaal goed in beeld? Cha-cha-cha. Laatste repeater.
Blijf hier op de plaats. Blijf op de plaats. Ja, intensieve armen. Lekker laag in die standknie. We gaan hem afwisselen. Zij, op, zij, op, zij, op, zij, op, zij, op. Alleen maar die knie. 2. Alleen die knie. 4. 3. 2. Zijwaarts. 4. 3. 2. Knie omhoog. 4. 3. Voor de wissel zo. 2. Andere been. Been. Andere kant. Tappen, tappen, tappen. Gaan we zo een plakken aan die knie. Let op zij en knie. Zij, knie, zij, knie, zij, knie, zij, knie, zij. Goed laag in je been. Buigen, buigen. 4. 1, 2, 3, 4. Op, 2. 3, 4, laag weer zitten. 4, hop, 2, 3, zij. 4, 2 series. Laatste serie.
4. 3 voor die kleine stukjes omhoog. 2. Alleen maar veren. Op, 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 op. Klein stukje buigen, maar gooi van al het achterste been mooi gestrekt omhoog. Maak je lichaam lang. Hou je lichaam op, niet te veel aan het voorleunen. Gestrekt been. 4, 3 en dan de kleine stukjes laag. 7, 6, 5. 4, 3, 2, gaan we naar de andere kant. Laag, op, laag, op, laag, op, laag, op. Steun van je navel, steun van je rug. Hou de voor- en achterkant goed in balans. Span de spieren daar aan. Schouderbladen naar achteren brengen ook. Zodat je borst nu het matje raakt. Dan duw je je heupen naar de grond en duw je jezelf.
jezelf met je armen op. Ja, dan komen je billen weer naar achter. Neus uit matje, neus richting handen, voorbij je handen, borst tussen je handen en de grond raken en jezelf omhoog duwen. Binnen naar achter. Laag, duw, borst op de grond, omhoog. Binnen weer naar achter. Neus naar je matje, neus boven je matje naar voren brengen, borst op de grond en omhoog duwen, binnen naar achter. Ja. Yeah. Ga door. Hup. Het is een hele oude manier van opdrukken. Best wel vrouwvriendelijk. Vind ik zelf. Zie je daar mijn zwaai tegen? Dat is toch wel vrouwvriendelijk, vind ik. Ah. Ben je niet? Vier. Drie. Blijf hier hangen met je billen laag. Hangen met je billen laag. Kleine stukjes veren in die ellebogen. En vier. Vier. Kleine stukjes binnen zijn laag. Ga dat niet zo. Maar hier naartoe met die billen. Laatste stukje van je bovenbeen, daar steun je op. Geen knie komt aan de grond. En blijven veren. We zijn er bijna. De laatste vier. Drie. Twee. Oké. Heel goed. Je mag op je buik komen liggen. Op die buik. Rechterarm, linkerbeen. Linkerarm, rechterbeen. Op. En op. Tegenover de start. Rechterarm, linkerbeen. Heel even vasthouden en dan weer terug naar beneden. En dan gaan we kleine stukjes rechts. Ben je heup ook helemaal van de grond af te krijgen? Zoveel mogelijk benen los. En veren, kleine stukjes. Vier. Drie, voor de wissel. Twee. Gaan we naar de andere kant, linkerarm. Op. Zoek je uitdagingen, alles zo ver mogelijk van die grond. 4, 3, gaan we weer om en om. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hou alles van de grond af, dan gaan we uit. Uit. Als een van de grote zeesterren. Allebei de armen helemaal wijd. Allebei de benen helemaal wijd. En allebei weer terug. Alles is van de grond. Niks raakt de grond. Handen niet. Ellebogen niet. Schouders niet. Knieën niet. Voeten niet. Enkels niet. Bovenbenen mag natuurlijk wel. Een beetje. 4, 3, hou alles stil, hou alles stil. Op. Kleine stukjes, nek is lang. Neus is naar je matje. Armen en benen die veren allebei kleine stukjes omhoog en weer terug. Achterkant schouder, rondom de schouderbladen. Nek is wel lang, neus blijft naar je matje. Onwijs lekkere oefening voor de houdingsspier. Voor al onze thuiswerkende mensen. Even wat aan die houding. En dan gaan we verder, let op. In, uit. In, uit. In, uit. Om en om.
Trek die elleboog zo ver mogelijk naar achteren en omhoog. Ja, maak hem maar een grote beweging. Lekker overdreven. Nog 3, 2. Kom op handen en knieën. Maak even een hele bolle rug. En een hele bolle rug. Goed, dan gaan die ene been wat omhoog en die gaat naar boven en strek uit. Dus je knie komt naar je elleboog, teen is naar buiten gedraaid, dan gaat via de zijkant richting je schouder elleboog. Je strekt hem weer helemaal naar achteruit. Er zijn alvast goede beeloefeningen voor de zomer. We denken al verder, hè? Het is nu sneeuwelijk, wij denken al aan de zomer. In kleine stukjes! Thank you.
Anders dan de eerste lockdown. Als je wat wil zeggen, kan je de microfoon nog even aanzetten. Doei Astrid!